Bij de christelijke studentenvereniging Navigators aan de Harderwiekerstraat zijn 15 leden positief getest op het coronavirus. De vereniging is erg geschrokken van deze besmettingen. Hoe dit heeft kunnen gebeuren is nog niet bekend. Er is in principe geen oorzaak aan te wijzen tot dusverre wat de mogelijke bron is van de besmettingen. Die is ook niet terug te leiden naar jullie sociëteit? Nee, we hebben wel introductieweken gehad de afgelopen 3 weken. Maar daarin hebben we ons gewoon gehouden aan de geldende RIVM-maatregelen en die in acht genomen. En de activiteiten die we hebben georganiseerd zijn allemaal langs de veiligheidsregio gegaan en goedgekeurd. Dus verder hebben we daar gezien dat we gewoon de maatregelen in acht zijn genomen. En hoe verder leden dat in privésfeer hebben gedaan, daar hebben we geen zicht op. We hebben ze alleen wel op het hart gedrukt om zich ook in die privésfeer zich aan de maatregelen te houden. Afgelopen dinsdag werd het eerste geval al bekend, waarna meer leden zich lieten testen en er nu in totaal 15 besmettingen bekend zijn. Daarnaast is er bron- en contactonderzoek ingezet door de GGD bij die mensen die positief getest zijn. En verder hebben zij mensen in quarantaine eventueel gezet die daarvoor in aanmerking komen naar aanleiding van dat onderzoek. De Navigators krijgen veel telefoontjes van leden, maar in principe hoeven die zich nergens zorgen over te maken. We hebben veel contact met onze leden. We stellen ze elke keer actief op de hoogte van verschillende updates die er zijn. En we hebben ook aangegeven dat ze ons altijd kunnen bereiken, gewoon als bestuursleden. Dus de leden weten waar ze terecht kunnen met vragen en die maken er ook gebruik van. Oving ervaart de samenwerking met de GGD als erg prettig. We hebben heel veel contact gehad de afgelopen dagen via de telefoon over hoe de situatie is. Elke keer elkaar geüpdate en van hun ook gevraagd wat adviezen zijn over te nemen maatregelen voor ons als vereniging. Ook met betrekking tot activiteiten. En daar is dus nu in ieder geval uitgekomen dat we die aflasten tot een nader order. Naast de Navigators zijn er ook coronabesmettingen bij een medewerker van zorgcentrum De S en het verpleeghuis Blauwborgje. De S is helemaal dicht voor bezoekers en bij Blauwborgje is een afdeling afgesloten.